De kinderen verlaten vroeg of laat altijd het nest. Jane, Lily, deze zijn voor jullie. Wauw, huissleutels. Waar kunnen we nog meer van dromen? Stel je voor, Jane, we zullen ons eigen huis hebben. En geen ouders. Zo, waar is onze nieuwe plek? Oh, ik zie het al. Mam en pap besloten wat geld uit te sparen. Er komt geen huis. Dit zijn autosleutels. En dit busje is verre van een paleis. Maar hey, het kon erger. Wauw. Ik heb recht op rijden. Het is hier erg gezellig. Oh, en een zonnebril was inbegrepen. Hoe zie ik eruit? En in plaats van een klaxon gebruiken we deze eend. Lily, kijk eens hoeveel ruimte er is. De bestelwagen is verrassend ruim. Oké, deze auto wordt ons nieuwe thuis. Wat denk je, Lily? Maar eerst moeten we aan de inrichting werken. Een mooi vloerkleed zal alles mooi en gezellig maken. Zorg ervoor dat het plat ligt. Zo, dat is al beter. En er is nog meer goed nieuws. De achterbank is uitklapbaar. Het maakt een vrij comfortabele bank. We leggen er een deken over. Perfect. Maar we hebben nog een bank nodig. Anders zal iemand op de vloer moeten slapen. Jane, kom je ook? Breng het naar hier. Deze zachte matten maken een super comfortabele stoel. Meer dekens. En kussens. Allemaal voor het comfort van het busje. En een touwtje over de bovenkant. Uittrekken en vastbinden. Laten we de zitdoek afscheiden met leuke gordijntjes. Dat is het. Maak me niet wakker. Hé, dit is geen tijd om te slapen. We hebben veel werk te doen. Oh ja, oké. Wat is het volgende op de agenda? We hebben hier wat planten nodig. Dit groene paneel komt hier te staan. Hoe scheid je het rijgedeelte van de leefruimte? Het is tijd om onze voorraad gekleurde chiffon uit te breken. En spaar de felgekleurde stof niet. Maak het vast aan het dakraam. En spreid het over de stoelen. We kunnen niet zonder onze favoriete rekje. Laten we er onze favoriete kleine spulletjes op leggen. En je kunt je plant niet achterlaten. Papa en mama kunnen het niet meenemen. Ze heeft speciale zorg nodig. Lily, haal de vlaggen. Die horen hier thuis. De weg is leuker met lichtjes en slingers. De bestelwagen staat klaar. De spullen zijn ingepakt. Zo, we kunnen aan de reis beginnen. Mam, pap, wees niet verdrietig zonder ons. Joepie! Op naar het eerste volwassen avontuur. Jane en Lily hebben een eigen busje. En een hele zee van goed humeur. Je hebt niets anders nodig voor een leuke reis. Het is tijd voor een pauze. Hier stoppen we. Wow. Lily, kijk hoe mooi het is. Zullen we buiten slapen? We hadden ergens een hangmat. Het is maar goed dat we hem meebrachten. Maak de ene rand aan een boom vast. En bind de andere aan het busje. Het houdt goed. Geen reden tot ongerustheid. De rest in de natuur moet zacht zijn. Er ligt een hele berg dekens en kussens in de bus. Genoeg voor iedereen. Rust wat uit, Lily. En ik zal over je slaap waken. Je kunt je routine niet verbreken, ook niet als je op reis bent. Sta op en schitter. Tijd om een nieuwe dag te beginnen. En als eerst op het plan, lichaamsbeweging. We moeten altijd in vorm blijven. Hardlopen en gymnastiek zijn prima trainingsmogelijkheden. En tenslotte pull-ups. Jane en Lily hebben veel ervaring met sport. Kom op, zusje. Doe een poging. Laten we onze benen oppompen. En na de warming-up kun je je tijd besteden aan schoonheid. Een gezichtsmasker is precies wat je nodig hebt. Er zit zoveel in deze beautydoos. Jane, ben je klaar om mooi te worden? Hier hoef je niet bang te zijn. Dat iemand je zal zien met een masker op. En waarom zou je je tijd verspillen als je nu meteen tatoeages kunt krijgen? Welke wil je hebben? Laten we vertrouwen op het uittelspel. Lily krijgt die schattige dolfijn. En Jane krijgt de vogel. Een paar minuten en de tatoeage zit op zijn rechtmatige plaats. Hij lijkt precies op een echte. Maar je kunt hem elke dag veranderen als je wilt.
Op reis zijn is natuurlijk geweldig. Maar toch kan het geen kwaad om een douche te nemen. We ruiken niet bepaald fabelachtig, zuster. Laten we een campingdouche bouwen. Het is heel eenvoudig. We hebben een hula hoop en een oliedoek nodig. En onze badkamer komt hier te staan. Maak het gordijn aan de hoepel vast, haakje voor haakje. Nu moeten we alleen nog maar de douchekabine aan een boom vastbinden. Een touw zal helpen. Dat is het. De hangende douche is klaar. Wie gaat er eerst? Terwijl de een douche neemt, zal de ander als een kraan werken. Dit is misschien geen 5-sterren hotel, maar het is geweldig om te kamperen. Nu is het jouw beurt, Lily. De ouders zijn ver weg. Waar moet ik nou mijn zakgeld vandaan halen? Het is niet eens genoeg voor de lunch. Ik weet wat ik moet doen, Jane. Vanaf nu zijn we ondernemers. We gaan hotdogs verkopen. Het recept is heel eenvoudig. Laten we wat worstjes bakken. En leggen op een broodje. Ja, vergeet de ketchup niet. Eerste proeverij. Heerlijk. Met zulke hotdogs worden we miljonair. Kijk, hier komen de eerste klanten. Reclame is niet nodig. De klanten zullen aangetrokken worden door een aangename geur. Ga aan de rij staan, mensen. De zaken lijken aan te trekken. En nu zijn de eerste hotdogs verkocht. Geniet ervan. Als je een gezellig huis op wielen hebt, kun je zelfs in het bos geld verdienen. En tegen betaling kun je dekens verhuren. Nogal een werkende start-up. Wat een geweldige vakantie. Maar als we nu geen fotosessie houden, zal geen van onze vrienden geloven dat we deze reis hebben gemaakt. Laten we de camera tevoorschijn halen, zusje. Smile. Instant foto's zijn een wonder. Dat kwam er goed uit. Laten we de fotosessie voortzetten. Lily is een geboren model. En Jane weet ook hoe ze moet poseren. Oké, laten we doen alsof ik rij. Niemand hoeft te weten dat Jane nog geen rijbewijs heeft. Wauw. Klaar. Nu kun je de hele fotocollectie bekijken. Of nog beter, maak een mooie slinger van de foto's. Maak de foto's aan een touwtje vast met wasknijpers. Snel en gemakkelijk. En daar is het dan, de foto's van onze reis. Wauw! En de slinger wordt in de loop van de tijd aangevuld met nieuwe foto's. Alleen het internet kan ons redden van universele verveling. Maar dit is niet eens meer een telefoon. Het is een nutteloze baksteen met een scherm. Zou het buiten niet beter zijn? Kom op, internet! Het heeft geen zin. Er is geen verbinding. Het leven zonder internet werd meteen grauw. Lily, ik weet wat ik moet doen. Hé, waar ga je heen? Als je niet naar TikTok gaat, dan komt TikTok naar jou. Wil je zien wat er nu trending is? Geniet er dan van. Jane heeft nog steeds veel ideeën. Zelfs trucjes. Wauw, dat is nog eens creatief. Ik vraag me af hoe lang Jane al aan het oefenen is. En nu het concert. Joepie. Mijn beurt, zus. Als het op muziek aankomt, werken Lily en Jane altijd als een duo. Blijkt dat er leven is na het internet. De reis in het busje was een succes. Maar aan alle goede dingen komt op een dag een eind. Het is tijd om naar huis te gaan. Hun ouders beginnen hen te missen. Maar met een vertrouwde busje kunnen ze op elk moment op avontuur gaan. Heb je genoten van de reis? Laat het ons weten in de commentaren. Geef deze video zeker een duimpje omhoog als je ervan genoten hebt. En deel hem met je vrienden. Abonneer je op ons kanaal als je nieuw bent. En vergeet niet om op het belletje te klikken om alle interessante dingen op TroomTroom Select niet te missen.